Ja, je bent de buurman van het slachtoffer. Ja, mijn kids die fietsen altijd met hun dochter naar school. En om 7:45 was zij er nog niet. Dus toen zei ik van nou, ga hem maar even ophalen. En toen, toen bleek dus dat, toen kwam ze niet. En toen zei ze van, ze mag niet weg, want er is allemaal politie. Dus toen zijn zij naar school gefietst. En toen later, toen hoorde ik van de buurman die daarnaast woont, dat hij is geliquideerd. Dat hij is doodgeschoten en dat hij daar op straat ligt. Dus verschrikkelijk. Het is toch niet normaal, dit man. Wat heeft die man er nou mee te maken? Ik bedoel, twee jonge kinderen, echt verschrikkelijk.